Goedemiddag, het is ondertussen alweer 6 uur en het is vrijdag. Dit weekend is het carnaval, dus het wordt echt super gezellig en leuk. Mijn opa gaat zaterdag alweer weg, dus we gaan nu eventjes uit eten. En er is om 7 uur tienerparade, dus ik hoop dat we om 7 uur wel klaar zijn met eten, zodat ik daar eventjes heen kan gaan. Ik ga deze vlog ook proberen een beetje professioneler te laten lijken. Mooier. Dus ik hoop dat dat lukt. En ja, ik ben natuurlijk weer laat. Mijn ouders zijn al weg. Dit is wat ik aan heb. Een witte broek met een blouseje. En ja, I tune back in with you later. Hi. Nou, sta ready, ready. Carnaval, carnaval dos miltjes. Hola, Camp camp zonder muziek in de auto. Ja. Felix is er ook. Waar is Felix? Wat is daar meteen? Pari alcoholista nangi. Felix is onze Matti. Oh shit, Phil. Houd je ze erop? Ja. Zie ik een Dankie. Al veel vaak gebeurd. Hey, dit is gewoon de gang, weet je. De gang! Dit is ook de gang. Nee. Niet zo. Niet allemaal tegelijk. Niet zo enthousiast. Nou, dit is carnaval op Bonaire. Ja. Een auto. Echt niet. Dat moet eruit. Siempre pa'lante, nunca pa'atrás. Aquí estamos duros, somos global. Estoy muy borracho y no puedo más. Y no puedo más. Estoy muy borracho y no puedo más. Y no puedo más. Machica, machica. Oye, coy, machica. It's me. Is it me? Yeah, you looking for? Het is zaterdag vandaag. Ik ben net uit bed. Ik moet even snel naar Chanel. Want ik moet om 12 uur weer werken. En Chanel heeft nog wat kleren. Die moet ik even kijken. En we gaan naar werken. En er is vandaag carnaval in Rincon. Maar ik denk niet dat ik het ga halen om daar naartoe te gaan. Dus ik moet even kijken hoe en wat. Maar ik geef ze net even naar Chanel. Het is half twee bijna. En ik ga weer naar Alexis' huis, want er is een check-out. Die mensen moeten we eventjes naar de airport brengen. We moeten een paar dingen regelen. En klaarmaken voor de nieuwe mensen die vanavond aankomen. Dus daar ben ik even druk mee nu. En vanavond... Ik weet nou niet of vanavond iedereen in Rincon blijft voor de carnaval. Of dat iedereen terug naar de stad gaat. Maar ja, dat zien we wel. Ik ga nu even werken. Doeg! Ik ben alweer thuis. En... ik moet om 6 uur weer terug, want dan is er een check-in. Dus we hebben nu de check-out gedaan, dan moeten we de check-in doen. En ik denk dat ik vanavond dan naar Rincon ga. Maar dat weet ik nog niet zeker. Ik weet niks zeker. I just go with the flow. En als ik naar Rincon wil, ga ik. En als ik niet naar Rincon wil, ga ik niet. Ik ben lekker watermeloen aan het eten. Hè. Doei! Oh wauw, is wel echt super mooi. Yeah.
Oh, flesje staat aan, maakt niet uit. Het is ondertussen alweer avond en ik ben alweer helemaal aangekleed. Make-up op, kleding aan. En ik ga nu met Chanel de stad in, of Rincon in, ik weet niet waar ze in wilt. Moeten we even kijken, ze komen ophalen. Dus I'll be on the road with my bestie. Zo zie ik eruit. Oh, ik heb echt overal spullen. Dus dat. Iemand zegt van, jullie hebben het gedaan. Niemand, maar ik moet gewoon lachen. Lekker schreeuwen naar elkaar, schatties. Ik heb geplast. Jij hebt geplast in de broek, man. Kijk hier. Ja. Ik heb gesquirt. Nee. Ik heb gesquirt. Nee. Kijk hier. Ik heb gesquirt. Nee. Kijk, er komen zelfs ijsklontjes eruit. Wat? Zo vreemd niet aan. Kijk, van mijn hand komt zelfs petters. En nu weer wel. Het is wel een jongere kussie, jongen. We zijn niet alleen maar bitches. Het is ook een poeto. 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 Motherfuckers. Ik was net weer thuis. En dit sloeg echt helemaal... Oh, kijk mijn lesje. Dit sloeg echt weer helemaal nergens op. Ik weet niet wat er gaande is. Mijn boerderij. Mijn boerderij is echt fucking saai met carnaval. Als de tocht is, is het leuk. Maar daarna is er echt helemaal niks meer te doen. Dus dat, ik ben echt weer, auw, uitgegaan voor niks. Maar ja, morgen weer een dag en morgen ben ik er wel bij overdag met de carnaval. Dus hopen dat het dan beter gaat. Zal ik die lesjes aftrekken op mijn camera of zal ik het niet? Ja, ik doe het gewoon. Kijk hoe eng dit is. Yo. Nou, doeg. Het is vandaag grote carnaval in de stad. En ik ben net gedoucht. Ik ga nu naar Chanel's huis om te kleden en make-up te zetten. Het is zondag vandaag trouwens. Ik moet ook nog wat drank kopen. En dan gaan we aan de zijkant van de straat zitten chillen. Oh, ik heb ook mijn haar roze geverfd. Zie je het? Ik hoop als het droog is dat het wat beter eruit komt. Het is een beetje doffig. Maar ja, nu even in actie komen. En dan dadelijk tune ik back in. Doeg! Live vanuit Kralendijk en dit is de vlog van Maxime. Ja, yeah, bitches. Oh my god. Ja, Rabia. We'll be right back.
zijn er ook. We waren vandaag te laat om naar drinken wijn bij Cuba. Trouwens, heel mooi, ja. We waren vandaag te laat om naar de kinderopvang te gaan, dus dat was een beetje stom. Maar weet je, we zijn volwassen, dus we gaan morgen naar de echte... We gaan nu een wijntje drinken. En dan ga je naar beneden. Morgen gaan we naar de echte optocht en dan gaan we ook naar de verbranding van Momo. Ik weet echt niet wie Momo is, maar we gaan erheen. Nou, doei! Gisteren was trouwens ook heel leuk. Ja, het was echt leuk. Maar, was echt druk overal, overal was, mensen. Je was er ook echt bij. Super, 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 super laat. Ik kom net uit werk. Het is 9:50 en de parade is al begonnen. Ik heb me echt super snel gekleed. Ik heb maar een paar lampjes aangedaan. Kijk of je het ziet. Kijk hoe leuk! Oké, ik vind het wel leuk. Dus dat. Dit is ook mijn look. Zo, daar in de spiegel. Maar ja, ik ga nu dus even omkleden, mijn schoenen aan doen en dan ga ik er vandoor. Vergeten mijn vlog af te sluiten, dus dat doe ik nu even. Dat was het voor carnaval. Ik vond het zelf eigenlijk niet heel erg leuk, want het was echt super hard aan het regenen de laatste avond en daarna was er ook niet echt meer een feestje of zo, want de volgende dag moest iedereen gewoon werken. Ik had vorig jaar veel leuker, maar ja, shit happens. En ja, dat was het eigenlijk. Ik ga nu gewoon verder met de week. Ik ga niet vloggen dit weekend. Of zeg maar het weekend wat nu komt. En ik weet nog niet voor het weekend erop. Dus doei. Hope you like the vlog.